Dan gaan ze tenminste, kan ik precies later nog de hoogte bepalen. Dan hoef ik nu niet zo hard over na te denken. Zo, en dan moet ik hier aan de onderkant een beetje ruimte maken. Want hier komt dan het stukje dak. Het Ja. lijkt, eigenlijk is het dus dak naar buiten, maar omdat het dan aan de buitenkant zit, is het weer naar binnen. Snap je? Dubbele Ja, ik ontkenning of snap zo. het. Kijk. Juist. Hier zo. Prima. En dan zou dit moet straks dan. Ja, eigenlijk moeten we nog niet te veel weghalen in het begin natuurlijk. Want anders dan, als we later bedenken dat het anders moet, dan moeten we alle hulpstukjes opnieuw opbouwen. Maar Ja. zie je, dit moet dan dus uitgebouwd worden. Misschien Ja. kan je daar zo even mee helpen. Ja, is goed. Ik heb alleen geen construction hammer. Ja, maar, hey, je kan natuurlijk geen kit doen. Ik kan je het wel geven. Hier is mijn construction Ja, hammer. vergeet niet. Slash kit. Slash kit gear. Oh, Wacht. die heb ik al gebruikt. Slash kit. Kit. Oh ja, ik zie hem. Heb je het nou wel? Oh, dan gebruik ik mijn hamer nog even. Hou ik hem even zelf, want anders heb ik er geen meer. Hier. En dan waar is dan de voorkant van het schip? Dit wordt dan de achterkant. Moet eigenlijk meer deze kant op. Oh nee, wacht. Hier. Die plot hierna is ook vrij. Dus kunnen hier gewoon doorbouwen. Ik ga wel even nadenken over hoe we de. Komt niemand. Wat zeg je? Hopelijk komt niemand dat dit verpesten. Want dat Ja, wordt. maar we hebben nu een claim, dus ja, dat gebeurt niet zo snel in de free build hoor. Even kijken, dus ik ga hier dan proberen om. Ga ik ook even dit maken. Dus twee muurtjes hier. En hier. En dan bouw ik weer die muren zo op. Ja. Zo zeg ik dat. In de Misschien kan uitbreiding. jij alvast dat stuk. Heb je een beetje gevolgd net? Misschien kun je dat stuk alvast uitbouwen en dan ook aan de andere kant. Ja, ik ga nog heel even een beetje klooien met dat gear, want dat heb ik dus wel nodig. Wat heb je dan nodig van gear? Nou, de construction hammer. Oh ja, maar dan, ik span er wel eentje. Dan ook. Als jouw kids het niet doen, hier, neem deze maar. Ja? Een doosje, ja, dankjewel. Netjes. En dan hier dit. Kijk, en dit is een normaal moment dat we bijvoorbeeld zouden zeggen van oké, we gaan eerst dit bijvoorbeeld uitbouwen en bouwen en dan knippen we eventjes. Ja. Omdat het bouwen is dan niet per se, of ja, hoe zou ik dat zeggen? Als het meer van hetzelfde is, dan haal ik dat liever weg. Precies, ik kan eerst even het beginnetje laten zien en dan als het bijna klaar is, voor het Ja. laatste blokje, dan kan je het weer verder. Dan laten. Sommige mensen zeggen wel eens van ja, doe dan, laat alles zien, niet knippen. Lalala. Maar het is, weet je, misschien weten ze niet hoe saai het zou worden als ik alles zou laten zien. Dat Ja. denk ik dan. Dus dan denk ik van, nou, ik ga het toch maar niet doen. Ga toch maar gewoon knippen. Ja. Omdat ik denk dat dat het leukste is. Volgens mij zit er een beestje bij mijn voet. Nou, het lijkt. Oh ja, een vlieg. Oh. Zit hij zo goed? Wat? Ja, die is prima, ja. Ja, maar als jij gewoon aan de andere kant daar begint, aan dat stukje, dan ga ik me hier even concentreren op de voorkant van het schip. Want dat denk ik dat het nog best wel lastig wordt. Dus ik Ja, had namelijk dat zitten kijken, ik kan misschien dit stukje, bouwstukje gebruiken, dit soort dak. Dat is een beetje lastig voor jou, Robby, want je kan het natuurlijk nog niet zien. nee. Maar dat komt zo wel. Uurtjes tussen plaatsen. Van hieronder bedoel ik. Waar ben jij? Ja. En dan moet ik nog een houtvloer erbij. Ja, nou je moet eerst twee muurtjes hebben en dan pas kun je die vloer bouwen. Ja, ik ga de wacht. Ik haal die andere even weg en dan kan ik het. Volgens mij kom je er wel uit. Ja. En nou moet ik hier een beetje puzzelen. En dit soort dingen doe ik ook. Ja, soms dan puzzel ik wel eens in de aflevering. Maar soms dan knip ik het ook expres eruit. Omdat het gewoon. Je wilt toch alleen de leuke stukjes laten zien. En het uitzoeken is niet altijd het leukste. Dus vandaar. Even kijken, gaat dit nu lukken? Waarom doet dit zo raar? Ik heb helemaal niet dit stukje geselecteerd. Dit doet het Maar wel. ik zeg, oh wacht. Oh, zo ziet het uit. Ja, dit was wat ik wilde. Dat. Oké, maar hoe ziet het er dan aan deze kant uit? Ja, een beetje raar. Het zou wel. Oh, dan Misschien is komt het wel het beste wat kan nu op dit moment. eens even kijken.
Hoe zou het bij een normaal schip lopen? Ja, ook ongeveer zo. Misschien moet het dan maar zo. Die muurtjes eronder maken toch niets uit? Of moeten we die later weg? Nee, die halen we later weg. Ja, meestal doe ik. Of de laatste keer dat ik het deed was samen met Sarah. En toen heb ik. Hebben we afgesproken dat we de metalen dingen. Kijk, nu maken we een houten boot. Natuurlijk, niet een metalen boot. Ja. Terwijl we al gesproken van ja, alles wat we van metaal bouwen, dat halen we dan later weer weg. Ja. Dat we dan weten dat ook van elkaar. En dan kunnen we ook elkaars beeld. Kunnen we beter begrijpen. Oké, dus hier wil ik dan later misschien. Weet niet of ik dat wil. Ik wil denk ik hier heel graag een vloer bovenop hebben. Ziet het er zo goed uit dat ik nog eentje erbij kan? Ja, prima. Ja, je Omdat kan ook ik het. sowieso deze hier vanaf hier zo en dan Ja. hierheen bouwen. Dus dan moet je Ja. eerst Muurtjes? deze muur hierboven, die helemaal daar bovenin zit. Ja. En die moet je eerst bouwen en dan de onderkant weghalen en dan kun je de rest bouwen. Oké. Okay. Zo ongeveer hoe jij het nu hebt. Ja, dat was het. En dan, als het goed is, dan kunnen ze aan elkaar. Even spieken. Ja, het is echt de volgorde dat je dit moet bouwen. Want je kan dus geen muren bouwen bovenop een dakstukje. Ik vraag me af, misschien kan ik hier al een vloer aan koppelen? Ja, yes. Allemaal? Probeer dit eens. Ah, ik steek er doorheen. Oh, dat is niet heel erg. Nee. Ik vind het niet verschrikkelijk. En misschien kan ik hier wel een truss onder zetten. Dat zou ook wel mooi zijn. Maar ik denk het niet. Truss. Nee, ik kan alleen maar een truss erbovenop zetten. Dat is niet wat ik wil. Zo, hoeveel muurtjes heb jij nog echt zo lang? Eentje. Want ik heb, dus dan zo, dan moet je hier. Wat heb je? Nou, ik, oh. Je hebt het er maar moeilijk mee. Ja, ik word, oh nee. Gebeurt er dit? Wat dan? Ja, de vloer ging er opeens weer uit. Ik ben toch ook weer zo onhandig. Ja, geeft niet joh. Dit moet je gewoon een beetje tijd geven en gewoon niet te gefrustreerd zijn. Maar weet je, het komt wel, het komt wel. Even kijken, dit moet hier zo omhoog. Ik ga er eventjes een paar tegelijk. Maar weet je wat, laat ik gewoon heel dit stuk in één keer bouwen. Dat zal wel sneller gaan. Zo, zo. Want ik weet toch al ongeveer hoe het gaat worden. Oh, je hebt dat andere stukje al weggehaald. Hier, dat stukje wat hier zat. Van Ja, dat dat ondersteunende koepelstuk. stukje heb ik inderdaad weggehaald, maar dat was misschien te vroeg. Zag Dus wel niet. mooi uit. Dit moet hier. Ja, klopt. Maar je moet eerst de muur bouwen. Eerst de muur naar boven bouwen. En dan pas kun je verder. Oké, okay, en dan zal ik nu vloer erin zetten hier. Vloer. Oké, okay, hier moet dan kleine vloer. Prima, doen we dat toch? Ja. Dan gaan we even proberen hoe dat er nu uit gaat zien. Sowieso iets om hier om naar boven te komen nodig. Kan Misschien even van die, hoe heet dat die dingen? Dat je omhoog kan rijden ja, met je auto. ladders of zo. Oh, een ramp. Ja. Nou, ik denk dat ik hier eventjes aan deze kant een ladder bouw. Oh ja, dat kan niet. Zo. Prima. Daar is het. Oké. En dan. Jeetje, ik ben het alweer vergeten hoe het moest. Dit is altijd een beetje priegelen met dit soort. Ook bijvoorbeeld in Ark was het ook heel erg. Maar je moet echt de volgorde van bouwen in dit soort spellen maakt altijd heel erg uit. Vooral als je iets bijzonders wil. Ja, ik heb de constructie niet echt gezien van de boot. Dus. Dan is het ook wat moeilijker te maken voor mij dan. Dat stuk van mij. Dat stuk wat ik net heb gedaan. Ja, nou ja, want ik weet de constructie niet helemaal, daarom. Maar ik zal hem nog wel een keer laten zien. Even kijken, ik maak heel even dit af. Zoiets. Zo. Ja, Ja, zo zit het. precies. Oké, okay, en dan krijg je hier zo'n plank die uitsteekt. Is dat erg? Ja, vind ik niet echt heel mooi. Je moet iets strakker er tegenaan, denk ik. Denk ik niet. Zeg maar hier, nu steekt die plank hier uit. Dus dan moet ik Ja, even. Maar ja. volgens mij waren dat losse stukjes. Ja, die kunnen er zo uit. Oké, okay, prima. En dan kan ik hier zo de hoek om. Ja, het wordt wel een beetje een hoekige boot. Ja, Maar ik denk dat je daar niet heel veel aan kan veranderen. dat is dan maar zo.
Oké, okay, ik ga hem nog een keer voordoen voor je, Robby. Komt ie. Oké, eerst wat je moet doen is gewoon even deze muurtjes zo verder uitbouwen. Dat is het makkelijkste. En daarna pak een metaal. Bouw je deze even omhoog. Zo. En dan kun je ze beter allemaal tegelijk doen. Dan bouw je eentje. Dan kun je gewoon gelijk van hout zo naar boven. Oh ja? Tup. En als je dat hebt gemaakt, dan gooi je hier zo deze eruit. En dan plaats je een dakje op deze. Dan de... Oh ja, want dit wordt de zijkant, soort van. Ja, dit wordt de zijkant, inderdaad. Ja, dus dan moet ik gewoon muurtjes naar jou toe bouwen. En dan op een gegeven moment... Ja, oké, dat zou ik doen. Zet hem op. Ik denk dat ik... Oh, wacht eventjes. Ja... Nou, dat gaat wel goed, denk ik. Laten we hier verder gaan met kleine muurtjes bouwen. Oh, die kunnen niet omdat het concrete in te grote stukken is gekomen. Moet ik dat ook even oplossen. Die mogen weg. Die moet hier volgens mij. Zo. Is het goed, dit? Je bent een beetje moeilijk te verstaan af en toe, Robby. Ja, het is moeilijk om mijn telefoon dicht bij me te houden. Kun je niet met een headset op je telefoon werken of zo? Heb je niet een handfree set? Nou, ja, die had ik, maar die is kapot. Heb je kapot gemaakt? Ja, wacht, misschien. Oh, oortjes in doen. Wacht even, hoor. Dan is het misschien makkelijk te verstaan. Dit gaat anders. Zit in de knoop. Kan niet staan. Mijn oortje zit in de knoop. Dus mijn vriend Esra is dus bezig om ze uit de knoop te halen. Alright. Mijn vriend Esra is uit de knoop halen, de oortjes. Ah, dat was het. Ik dacht dat het hoor ik nou. Prima, prima. Hoe vind je het gaan? Ja, hij heeft ze uit de knoop gehaald, want ik ben niet zo'n held in dat soort dingen. Hoor je me nu beter? Nee. Nu... hoor je me nu beter? Ja, ik hoor je wel. Maar het geluid is anders. Maar... Het komt omdat Esra heeft andere soort oortjes. Is dat erg of... Nee, zo is het wel goed. Ik ga je een beetje een boost geven, denk ik, in mijn opname. Zeg nog eens even wat. Alsjeblieft. Of je nog even wat kan zeggen? Hallo. Ja, mag wel iets harder. Hallo. Laten we het zo doen. Prima, kijk. En als ik zo doe, dan hoor je me dubbel. Of niet? Nee, ik hoor je niet dubbel. Nee? Toch heb je je game sounds van Hurtworld niet aanstaan. Nee, dat klopt. Ja, dat heb ik expres niet gedaan, want ik dacht misschien stoort dat. Oh, oké, okay, ja, slim. Dat is goed. Oké, nou het wordt een beetje, het wordt wel een ambitieus project, maar dat is wel goed. Even kijken en dan. Is dat zo, toch? En dan moet je hier en is dit? Kant van ijzer, nee. Even kijken, goed. Kan het dan? Oh nee, oh, ik heb het verkeerde. Waar staat hij? Waar staat hij? Dat, dat van dat ijzeren. Hoe heet het? Dat ijzeren dak wat je hier hebt gemaakt. En je moet het muurtje nog eentje hoger doen. Ja, dit is één lange, hij moet 4 hoog zijn. Oké. Okay. Ja. En dan moet je daarna nog een stukje erbovenop maken. Is goed.
Oh, ik heb het verkeerd, ik heb de schuin gepakt. Zo, zo. Ja. Oh. Kijk, als je nog gelijk deze maakt, dan ben je daarna klaar, zie je? Dan kun je in één keer door. Nog die twee erop. Ja, en dan, volgens mij, jij zei dat ik die houten dingetjes moest weghalen. Nee, eerst moeten we nog hout bovenop. Er nog houten stukjes bovenop maar bouwen. Oké. Dus even kijken. Volgens mij krijg je ook. Kijken. Kijk, en er moet ook nog een vloer op, zie je? Want zie je hier rechts heb je zo die vloer. Ja. En dat moet er ook op. Dus als je die nu ook erop wil zetten. Ja, is goed. En dan maak ik het eventjes aan deze kant. Moet ik niet eerst die andere dingen doen, dat schuine metalen dak? Nou, de zijkant. Nee. Eerst moet de vloer, want zeg maar. Okay. De vloer zit vast bovenop de metalen muur. Oh ja. En je moet de metalen muur moet je weghalen om dat dak te kunnen plaatsen. Zie je? Dus daarom is het heel. Hele speciale volgorde eigenlijk van hoe je alles moet plaatsen. Zo? Oh, crap. Dat ziet er goed uit. Ja, ik heb volgens mij dan. Oh, even keer. Bam, bam, bam. Die. Die. Nou, ja, kom maar door. Doe die andere ook maar even gelijk. Ja. Dus die nog even wat op doen. Alsjeblieft. Nog eentje naar rechts, ja. Die. Hard werk hoor, YouTube. Weet toch? Ja. Ja, volgens mij zit hij nu goed. Oké, prima. Nou, hey, wacht eens even. Wat gebeurt hier nou? Ik zie dat hier de vloer een beetje verloopt. Wat is hier nou gebeurd? Dat die vloer verloopt. Ah, dat is gewoon. Ik weet niet. Ja, ik weet het ook niet, maar ik doe dat stukje wel even opnieuw. Als jij. Even kijken. Hero. Ja. Even kijken. 1, 2, 3, 4. Ik denk. Hier zo. Ja, hier moet aan die andere kant komen. En dat moet dan tot en met. Hier, geloof ik. Ja, en dan naar het einde. Dus als je dan aan deze kant hetzelfde kan bouwen, dan repareer ik dit er van deze kant. Ja, is goed. Dan moet het metalen. Moet het dubbel muurtjes of gewoon enkel? Maakt niet zoveel. Dubbel muurtjes of enkel, waar? Ik bedoel, kijk, dit. Hier zo. Waar jij nu. Nou, je maakt een. Het kan volgens mij enkel. En dan moet je het aan de buitenkant plaatsen, zeg maar. Ja, aan deze kant en niet aan deze kant. Niet aan die aan deze kant, maar aan deze kant. Want de muur die moet, zeg maar, die kant, deze kant op wijzen, zeg maar. Ja. Omhoog, die kant omhoog. Precies. Volgens mij ben ik ver genoeg. Of moet ik er nog eentje plaatsen? Even kijken. Nou, je moet zo meteen nog onder die vloer door daar waar je nu staat. Dus daar moet ik ook nog eventjes. Zo, denk ik. Volgens mij is die nu goed. Maar bouw ze maar ook maar aan de andere kant, alsjeblieft. Want ik moet ook de vloer aan de binnenkant hebben. Oh, oké. Dus dan moet ik hier bouwen. Hier tussen. Ik ben niet zo help met bouwen, daarom. Nee, ja. Gewoon die lage metalen muur die je net hebt geplaatst. Ja. En dan ook nog aan de binnenkant, toch? Wat ik net zei, dat niet hoefde. Dat moet toch wel. Oh, die dubbel muurtjes. Ja, precies. Maar aan de binnenkant dus. Ja. Oké. Dus even kijken hoe ik dat ga doen. Moet die daar dan? Oh, waarom wil dat niet? Dan moet je eerst die voorste weghalen. Nee, ik kan gewoon dit doen. Zo. Kijk, dit zal even. Hop. Maar moet dat niet onder de vloer door? Onder de vloer door? Nee, want daar staat. Dat is om de vloer aan vast te maken.
Oh, Dus als de tuurlijk. vloer er al is, dan hoeft het niet. Ja, tuurlijk. Stom van mij. Geen niet. Zo, klank, klank, Moet de vloer klank. erin? Oh, dat doe jij al. Dat gaat super snel, joh. Maar waarom? Kom je niet uit? Ja, dat is raar, toch? Want Nou, hij misschien als loopt. ik een klein, als ik twee kleintjes neerzet. Ja, ik denk dat ik al weet wat er fout is gegaan. Nou, maakt niet uit. Doe gewoon inderdaad twee kleintjes, dat is prima. Hier. Waarom wil hij nou hier niet plaatsen? Dan moet je even kleine muurtjes bouwen, zeg maar. Hier al? Zo, dan kan het. Oh, dat is een groot muurtje. Nee. Is goed, toch? Ja. Lekker. Ziet er mooi uit. Het is een begin, het is een begin. Hey Esra, vermaak je wel een beetje? Is het niet hartstikke saai? En zo vermaak je een beetje? Ja, zeker. Oh, ik ook. Superleuk dit. Lekker naar andere Ja. mensen kijken. Nou ja, het is wel een beetje de essentie van Alleen jij YouTube. hebt het oortje in, dus ik hoor mij Ja, natuurlijk. ik had die oortjes in, dus hij hoorde je niet. Dus ik Ja, zei een het even. beetje jammer. Oh, kan je me helemaal niet, kan Esra mij niet horen? Ja, nee, hij kan je niet horen, maar ik zeg het wel gewoon tegen hem. Want Ah, oh, oké. anders hoor je mij minder. Dat zou ook niet fijn zijn. Alright. Ik ben voor backstage. Ja. Ik ben voor Even kijken, misschien moeten we wel. Ja. de creatie. Laten we, ja. Zit hier te fluisteren? Ja, ik zit te luisteren naar een vriend van mij, want hij wil niet luisteren. Waarom niet? Ik weet niet. Vraag het even. Staat hij nu op pauze, de video, of staat hij gewoon nog Ja? door? Nee, het staat op pauze. Oké, want ja, ik ben niet zo'n held in bouwen dan, ja. Esra, kan je het al horen? Zeg maar gewoon. Esra, hij hoort je. Zeg het maar gewoon. Esra, wat wou je zeggen? Of ik in de video mag. Tuurlijk mag je in de video. Ja, je mag in de video, Esra. Dat is Mag ik geen ook wat probleem. nieuw zeggen? Of ik een SO mag doen. Ja. En zo naar mijn moeder. Een SO. En Esra is een shout-out Een voor. shout-out. Oh, niet de schriftelijke Ja. overhoring, denk Dikke ik. SO in onze mentor, Job. Ja, we hebben één aardige mentor. Ja, Die zit heet je al? Twee weken. Job. Ja, en voor de rest. Ja, Manon. Dat En zo naar alle kwakzalvers. is. SO met 030. Dat is iets aan Oké, dus we Albert gaan nu weer Krijs. door. Oh, kwakzalvers. Ja, dit komt hier en dan. Hoe breed hebben we hem nou gemaakt? Oh, hij wordt 3 breed, geloof ik, als ik het zo zie. Ja, dat denk ik wel. Oké, ik knal deze muren uit. Even kijken of het gaat lukken. Het is wel een moeilijke beeld, maar had ik al bedacht dat het een moeilijke beeld zou worden. Ja. Wacht. Oké, dit gaat wel goed. Dus de Ja. voorkant is nu af. En dit zou dan wel echt bijvoorbeeld een goed moment zijn om verder te gaan met op te nemen. Ja, is goed. Dan gaan we nu verder met opnemen. Wow, mijn stem. Zo stom. Had het? Sorry. Ja, nou, mijn stem slaat soms een beetje over. Dus vandaag ook in de klas. Is wel belangrijk hoor om. Ik Oh, vraag is het voor. puberteit of. Nou, ja, ik zei, ik vroeg of hij wou komen. Toen zei ik, kan je komen? Ik zei, Ja, nee, ik zit hier. want hoe oud ben jij? Hoe oud zijn Ik ben jullie? 14. Nou ja, dat komt al een beetje dan, hè? Dat is wel een beetje de leeftijd. Ja. Precies. Lachen, ja. Even kijken. Ik ga hier eventjes iets bouwen dat ik hier goed naar boven kan klimmen. Past niet. Waarom mag het niet? Fluizig. Oh, hier. Pa. Oh, Oké, ik ik ben er dacht bovenop. precies hetzelfde.
Ik wou net papa gaan zeggen. En toen opeens kwam jij. Oké, dus hier zou je dan bijvoorbeeld gaan opnemen. Dus kijk, hier zou ik bijvoorbeeld zeggen van... Oké, dan zeg ik tegen Sarah, zeg ik bijvoorbeeld van... Oké, komt hij, ja? Zeg ik dan. Ja. Oké, nou, we zijn nu halverwege de beeld, denk ik. Nou, halverwege de beeld. We zijn al een stuk verder. Dus het staat nog steeds in de stijgers, maar we hebben hier de voorkant van de boot al gemaakt. Ik denk wel dat die boot straks gaat zweven. Ik weet niet of we dat gaan... Je zou natuurlijk hier de... Waarom kan ik die muurtjes niet weghalen? Ik weet niet. Misschien komt het omdat... Oh, hier niet kan het. Ik heb eigenlijk geen idee. Zo, ja, dan krijgen we een zwevende boot. Maar ja, is dat erg? Ik denk het niet. Prima. Die foundation, is ook uit. Dus je zou ook een luchtschip kunnen maken. Dat is helemaal stoer. Dat is stom dat ik dat nu pas bedenk. Maar dat is wel heel lastig om te bouwen. Ik zag best naar beneden vallen. Ja, ik probeerde er bovenop te klimmen. Ik had die ladders daar geplaatst, maar dat lukte eigenlijk voor geen meter. Of lukt geen meter, je vliegt er gewoon overheen. Kan nog een keer proberen. Ik ging een beest reden en toen was ik eindelijk bovenop de ladder. En toen vloog ik naar beneden. Toen was ik gewoon alles kwijt. Nou, dan moet je die helm maken, die skaterhelm, die is goed. Ja, want ik was toen nog niet ver, maar zijn beest stond echt gewoon open. Maar ik weet dus waarom, omdat hij zo'n hoge ladder had. Ah, dat was een val of zo. Ja, het was een val, want daarboven dat bleek dus niks te zijn. En ja, dus dan eigenlijk, dan stond je op iets. En dan, want je loopt een soort van door om erop te kunnen klimmen. En dan viel je gelijk naar beneden. Dus. Aha. Sneaky. Even kijken, laat ik hier wat ruimte maken, zodat ik die... Dat ik dit kan plaatsen. En dan kunnen we een beetje gaan concentreren op hoe de achterkant eruit gaat zien. Wie is dat? Dat is een oude vriend van mij. Hij kwam heel even langs, maar hij wist niet dat we aan het opnemen waren. Geeft niet. Oké, vind je de boot zo lang genoeg? Ik denk dat het wel anders wordt, wel een beetje ambitieus project anders wordt. Ik vind hem wel een mooie boot. Dit. Nou ja, mooie boot. We moeten nog niet tevreden zijn, dat is al lang niet af, man. Het enige wat ik kan is een huis bouwen van de huis vierkant. Voor de rest kan ik niks. Ja, ik ben gewend om met Sarah te spelen en die heeft altijd wel goede ideeën. Dus dan hoef ik zelf niet zo hard na te denken. Maar nu moet ik het dus een beetje zelf doen. Kijk, hier bijvoorbeeld een gat nu. Dat vind ik al jammer. Kan ik dan dit maken? Waar is het gat? Nou, ja, hier zo. Kijk, kom eens. Hier zo. Succes, Mortu. Thanks. Hij zei succes. Ik hoor het. Hoe ga ik dit gat dichtmaken? Misschien kun je hier wel met die buttress aan de slag. Die is wel vet. Ga naar mijn moeder. Hij gaat naar zijn moeder. Ga dan maar weg. 30.000 duimpjes graag. Ga dan maar weg, joh. Misschien als ik hier een muur plaats. Hij wou nog één ding zetten. Nou, kom dan. Ja, zeg dan. In de video komen. Ja, dat mag je niet. We zijn dat opnemen, gek. En misschien knipt hij eruit. Nee, zeg maar. Oké, maar. Hangt vanaf wat je zegt. Echt zo naar Bart Ramselaar. Bart Ramselaar? Oké. Ja, hij is helemaal klaar. Want, Die duipen ze omhoog. Het lijkt me goed. Doei. Later. Oké, ik had dit bedacht. Oh, gaat dit lukken? Volgens mij wel. Sick. Oh, dit is veel beter, man. Moet je het zien. Holy shit. Dit lijkt echt super veel meer op een boot. We hebben de hele tijd zo lopen te stuntelen. Oh ja. Dit is veel beter, man. Op zo'n 90 graden hoek van een boot. Oh, dit is veel beter. Dit is precies wat ik wilde. Want nu zou je gewoon... Kijk, nu zou je gewoon dit kunnen doen. Ik begin even hier opnieuw. Kijk, als ik gewoon zo doe... Stamp. Kijk, je kan ook je muis ingedrukt houden, wist je dat? Kun je zo vet snel stampen. Dat is wel handig. Ja, maar ja, dan als je dan. Dat is best wel makkelijk om dan een fout te maken. Kijk, als ik dan hout aan de binnenkant doe. Zo. Klang. Nog eentje. Ja, dat is al genoeg. En dan doe ik die buttress heet het. En dan kan het gewoon zo spammen. Het ziet er ook echt uit als echt zo'n de dikte van de boot. Ja. Ik snap wat ik bedoel. Het is veel beter, man. Dit gaan we doen. We gaan... Oké, dus dan... nou heb ik deze boot, maar dat is helemaal niks. Nee. Dit is gewoon... We waren heel erg... Ik dacht dat ik iets handigs had verzonnen. Nee, het is niet handig.
Nou, we kunnen een beetje afkijken van hoe we het daar hebben gebouwd, maar dan nu met hout. Ja, laten we gewoon eventjes alles op... laten we gewoon opnieuw beginnen. Ja.